Op Sportpark Corpus den Hoorn ontvangt FC Groningen Cambuur A1 het sterke Feyenoord A1. FC Groningen A1 doet het goed dit seizoen. Het staat op de vijfde plaats met 13 punten uit 8 duels. En 12 van die 13 punten werden behaald in de thuiswedstrijden. Er zit bij Groningen dus qua resultaat een groot verschil tussen thuis en uit. Feyenoord A1 staat tweede met 17 punten uit 8 wedstrijden. Het eerste gevaar komt van FC Groningen, maar Boutsamar ziet zijn poging verwerkt worden tot hoekschop. De corners vanaf de rechterkant van Boutsamar zijn gevaarlijk. De bal wordt weggekopt, maar meteen zit FC Groningen de Rotterdammers vast. Van Leijenhorst raakt de bal niet goed en dan staat Gazarian buitenspel. En is het doelpunt van Hagenau dus niet geldig. Maar FC Groningen voert de meegekregen opdrachten wel goed uit. Opdracht was vastzetten, druk vooruit, alles in de ring afjagen. Gewoon, ja, dat moet je doen tegen een topclub, denk ik. Die topclub heeft moeite met het spel van FC Groningen. De eerste helft stonden we best wel goed. We communiceerden goed met elkaar. Druk zetten ging echt lekker. FC Groningen domineert in de eerste 20 minuten van de wedstrijd. Feyenoord wordt inderdaad goed vastgezet en komt zo amper aan voetballen toe. Dit is Gerlofs. Gazarian zorgt ervoor dat FC Groningen in balbezit blijft. Gazarian loopt door, de steekpaas van Menega. En Gazarian rond heel beheerst af. De knieschuiver mislukt. Maar verder klopt alles aan het doelpunt. Wij onderscheppen de bal. Kevin Menega krijgt de bal. Ik maak een loopactie in de rug van de tegenstander. En Kevin steekt me goed weg. En ik maak het gewoon af. Ja, ook heel beheerst. Ja, dank u wel. De complimenten van trainer Paul Ravenau gaan ook naar Kevin Menega, die met een beheerste steekpaas Gazarian vrij voor de keeper zette. Feyenoord is nog niet gevaarlijk geweest, maar dan plotseling de 1-1. Robert Olijfveld is de doelpuntenmaker en dat is de individuele klasse van Feyenoord. De ploeg komt er niet aan te pas, maar beschikt over veel kwaliteit. Je zag, we stonden één keer niet goed. Zij scoren meteen. Ook een kenmerk van de topclub, denk ik. Individuele klasse. Die topclub zorgde met de 1-1 voor dat FC Groningen opnieuw kan beginnen. Vrije trap zien we van Boutsamar. Draait gevaarlijk in. Hagenau is eerder bij de bal dan de keeper. Maar het feest gaat niet door omdat Hagenau en aanvoerder Jansen buitenspel stonden. Het gevaar komt voor rust van FC Groningen. Gorissen met een goede paas op Gazarian. Goede controle. En let dan op de volgende actie. Dekker mooi uitgespeeld. Maar het schot gaat naast het doel. Wel een prima actie van Gazarian, de gevaarlijkste man aan de kant van FC Groningen. FC Groningen speelt voor rust een prima wedstrijd, maar kan dat spelbeeld na de pauze niet vasthouden. Feyenoord, ja, schaf wat meer druk vooruit, denk ik. Daardoor komen we wat minder tussen de linie spelen, denk ik. En dus moet het gevaar komen uit hoekschoppen. Boutsamar met een gevaarlijk indraaiende bal. Kan net worden weggebokst door Feyenoord doelman De Jong. Nee, de bal was de lijn niet gepasseerd. Dan even later opnieuw Boutsamar met de hoekschop. De Jong pakt de bal klem vast. Wordt daarbij gehinderd door Jansen. Een overtreding van Jansen. En De Jong reageert zijn frustratie af op Arjen Hagenau. Hagenau deed niet zoveel fout en dus krijgt De Jong de gele kaart. FC Groningen sticht vooral gevaar uit hoekschoppen, maar weet niet te scoren. Hoeveel voorzetten hebben we nou gehad en hoeveel corners? Ja. Als je leert om daar in die corners te gaan scoren, ja. De bank van FC Groningen ziet dat tegenstander Feyenoord langzaam wat sterker wordt en vaker voor het doel van FC Groningen is te vinden. De voorzet van Woudenberg. En spits Wessel Dammers kan zijn hoofd niet lekker tegen de bal krijgen. Het is wel een waarschuwing voor FC Groningen. Er is dan nog een kwartier te spelen. Dit is invaller Vincent Jansen. Draait zich goed vrij, legt de bal dan breed op Dekker. Die ziet rechts ermee opgekomen Beck Cabral. De voorzet van Cabral en daar staat Jansen helemaal vrij bij de tweede paal. Sietsma is kansloos en Feyenoord staat plotseling met 2-1 voor. Een dreun voor FC Groningen dat goed op weg leek naar een goed resultaat. Maar met nog een kwartier te gaan met 2-1 achter staat. In de tweede helft denk ik dat ze alles of niets gaan spelen, gooien ze spits erin. Nou ja, hebben zij geluk dat de bal erin gaat. Nou ja, wij proberen dan er nog wat, maar ja, zit er niet meer in. Misschien dat een hoekschop nog wat oplevert. Deze van Menega draait ook gevaarlijk in en kan net voor de lijn worden weggewerkt. Het is vrouwen en kinderen eerst bij Feyenoord, dan Boutsamar met het schot. Deze wordt gekraakt en zo is het niet meer dan opnieuw een corner. Dan fluit scheidsrechter Vrede Voogd af en verliest FC Groningen met 2-1 van Feyenoord. De teleurstelling is groot, want FC Groningen had zeker een punt verdiend. Ja, dat denk ik wel. Eerste helft creëerden we goede kansen, maar ja, het maakte niet echt af. En dan krijg je in de tweede helft zo'n, ja, een beetje, opeens krijg je zo'n goal tegen. En dat is wel jammer. We gaven tweede helft toen alles, maar helaas ging je er niet in. We spelen thuis, denk ik. We nemen meer initiatief, denk ik, thuis. Veel meer strijd. En uit kan het nog beter, denk ik. Daar valt nog winst te boeken? Daar valt nog zeker winst te boeken. Op volgende week naar de Graafschap uit. Dus het moet onze eerste uitoverwinning zijn, denk ik. Zaterdag wordt onze eerste uitoverwinning tegen de Graafschap. Ja, dat
Daar zijn jullie al van overtuigd? Ja, dat gaat lukken, ja. Ja, daar ben ik het mee eens, ja. Ja, we hebben nu onze eerste nederlaag thuis meegemaakt, jammer genoeg. En nu komt onze eerste drie punten uit, die komen volgende week.